Dit is hem dan, de Come Together Roermond Pin. En voor wie is die bestemd? Voor degene die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de Roermondse samenleving. Een hulpactie gestart is, een initiatief genomen heeft, een ondersteuning gegeven heeft in een klein of in een groot gebaar. Daarvoor is deze pin bedoeld. Als aandacht voor degene die wat gedaan heeft voor anderen. Bijvoorbeeld die anderen die anders zijn, qua geloof of qua geaardheid, qua achtergrond, qua minder te besteden hebben. Die nu extra hulp nodig hebben, extra kwetsbaar zijn. Die mensen, die zoeken wij. En daarvoor willen wij graag deze pin, de Come Together pin, uit gaan reiken. Als trots zijn op Roermond. En op alle initiatieven die er zijn. En deze pin ondersteunt en onderstreept dat, als het ware, als een klein schouderklopje. Weet jij nu ook iemand die zo'n pin verdient? Tip ons dan. We doen het samen. We Come Together Roermond. Wij gingen op bezoek bij de fractievoorzitters, want die hebben ook deze zeer gewilde Come Together pin verdiend. We hadden twee vragen voor hun binnen 1 minuut te beantwoorden. Namelijk, wat heb je zelf kunnen betekenen voor een ander in deze coronatijd? En wie draag jij op om ook zo'n Come Together pin te krijgen? We gaan naar de fractievoorzitters. Ja, ik ben sportman in hart en nieren en voetbalvoorzitter al 40 jaar. En voor mij was het natuurlijk het belangrijkste dat de mensen weer aan de bal konden. Balletje hoog konden houden. En daar hebben we alles voor gedaan. En los van het feit dat we de voetballers een gelegenheid hebben kunnen bieden. En dan doe je toch de kinderen een grote vreugde. Daarnaast ook de dansprietjes van de Vermuus. Die hebben dus in de buitenlucht kunnen dansen. Ja, daar was wel wat inspanning voor nodig. En daar hebben we gelukkig veel kader voor die daar meegewerkt hebben. En bedankt voor alles wat u gedaan hebt. Ik hoop dat ik hem niet lang hoef te dragen, dat de coronatijd snel voorbij gaat. Maar daarna draagt u hem gewoon met trots om het principe uit te dragen. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Mooi initiatief. Maar ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij Rob Hompen van Roermond Nieuws, omdat hij op een zeer nuchter manier dat hele coronagebeuren heeft weten te laten in de media terug te laten komen. De hele media gaat allemaal om sensatie door zijn nuchtere verslaggeving over corona en hoe corona op ons ingrijpt. In deze coronatijd is mij 1 ding heel erg opgevallen en dat is dat er veel mensen spontaan iets deden voor mensen die echt binnen moesten zitten. En wij hebben hier in dit complex een aantal weekenden, een aantal zondagmiddagen, een uurtje zang gehad van deze en gene bekende of minder bekende Roermondse zangers. En die hebben dan uurtjes staan zingen voor die mensen hier die dan allemaal stonden te klappen. Van harte. Oh, prachtig. Prachtig. Ook Leon Koenen, fractievoorzitter, wilde een bijdrage leveren aan deze. En hij geeft dan de volgende mensen op als genomineerde, en dat ga ik letterlijk voorlezen. Hij zegt, zoals de stille massa die zich bekommeren om de anderen, zoals het winkelpersoneel, de vrachtwagenchauffeurs, de kinderopvang en het zorgpersoneel, maar ook natuurlijk die belangrijke mantelzorger. En dan is hij ook nog eens bang om daarin mensen over te slaan. Maar de stille massa, dat vind ik wel heel mooi gezegd. Dus Leon, bij deze Come Together pin voor jou. Fijne vakantie. Mooi om te zien dat ook de fractievoorzitters zich ingezet hebben voor hun naasten en voor het belang van de Roermondenaren. En ook mooi dat ze nominaties genoemd hebben. Wij zouden graag willen dat ook jullie die nominaties gaan geven. Aan wie? Kijk even op de website en meld een initiatief, een actie, een persoonlijk iets aan bij Come Together Roermond.